Het is tijd om de Tila Coleo Breedline te starten, man. Let's get it. Dit is de male behavior enabled mating. Deze female en deze female, allebei even langs de male. En dan gaan we even baby maken, gek. Oh, kom maar langs de male. Male, iets meer hier naartoe. Behavior enabled mating. Behavior enabled mating. Maak baby, maat. Ja, oké, dit is goed. Dit is goed. Ah, ja. Oh, ja. Oh, daar had ik twee Tila Coleo baby erbij. Yeah. Die worden volgens mij ook eerst knetterzwanger, volgens mij. Die leggen geen eieren, deze. Maar dat wil zeggen dat ik dan ook meteen even een zadel kan gaan fixen. Want dan kan ik even één Tila Coleo vast gaan levelen. En dus gebruiken voor, ja, voor caves, man. Want uiteindelijk moet ik dat toch gaan doen. En die Pterodon trouwens, welke stad zat die? Waar is die? Ik had in de vorige aflevering echt een mega goede Pterodon getemd. Ah, hier is die. Ja. Ja. Veel melee damage, maar... dat was 150... female. Daar kunnen we nog baby mee maken, maar dan moet ik even in mijn blueprintkast kijken, man. Wat staat hier? Je Tila Coleo blueprint, 39 armor, die kost veel hide wel. Ah, weinig metal, weinig fiber. Dan moet ik even kijken of ik die hide bij elkaar kan sprokkelen. Moet ik dit in de smithy maken? Jazeker. Oké, de metal heb ik zat. Dan moet ik hier nog een beetje fiber en 800 hide. Oeh. Ja, oké, ik kan hem craften. Wat een zadel, maat. Hier in je handjes, zeg, wat duur. Ja, het is wel waard. Ik heb hem nodig voor de caves, dus. Craft die shit. En sowieso, deze neem ik ook even. Doe ik hierin. Even kijken wat ik allemaal niet nodig heb. En dan hebben we hier ons Tila Coleo zadel zonder. Oh, 0,4% crafting skill, maat. Let's go. Nee, wat treurig. Dan neem ik even een beetje map broers nog mee. Die moet ik niet vergeten. Zo. Oké, top. Dan zijn we nou weer ready voor een cave, man. Is dit Doefke? Nee, dat is Doefke niet. Doefke! We gaan, gek! Of ja, dadelijk. Eerst even die baby. Maar die moet nog allemaal claimen. Hier liggen ze. Is de zwangerschap? Zit er ook al op, of wat? Oké, deze 170. En deze 189, oké. Maar het is geen tweeling of zo, hè? Die hebben we niet. Maar als deze ook nog female zijn... Kijk, hebben we female, dus male. En dit is female. Oké, deze kunnen we daar sowieso nog een keertje breeden. Laten we ook meteen even doen. Want ze go on a walk with you voor imprint. Ja, maar die imprint is sowieso helemaal kapot. Deze heeft 3.5k, 300%. Deze heeft 3.5k en 361%. Deze kunnen we sowieso gebruiken, man. Maar deze had volgens mij nog veel meer HP. Ja, 5.8k, maat. Oh. Ja, die hebben de HP-stat van de mail overgenomen. Oké, top. Nou, laat ik even snel een beetje vlees extra gaan halen. We zijn al bijna groot, man. Nice. Dan kan ik deze daar nog even eerst één keertje breeden en dan deze meel. Ja, welke ga ik gebruiken voor de caves, man? Ik wil liefst eigenlijk gewoon Frederica Tumaki gaan gebruiken voor de cave, omdat hij wel echt veruit de beste stats heeft. En ook de beste is om te levelen, denk ik. Ik denk ook maar dat gewoon dat ik dat even moet gaan doen. Want deze heeft toch de melee stat van die female. Alleen de HP stat heeft nog niemand overgenomen van die female. Dat vind ik wel jammer. Oké, behavior enable mating. Gaan we meteen hier naartoe. En als ze daar dan weer een 4-man uitkrijgen, dan kunnen we gewoon nog een keer gaan meten. Maken ze baby? Nee, ze maken nog geen baby. Ja, ze maken baby. Heel goed. Ja, dan kom ik dadelijk gewoon terug met een dikke shitload aan meat als ik die cave heb gerund, man. 4 dingen hebben we 8 rauwe metal voor nodig. 8 rauwe metal. Waar vind ik 8 rauwe metal? Hebben we daar nog ergens liggen? Oké, die is zwanger. Hoppa, kijk die Tila Coleo lijn gaan, gek. Jezus. Ik deze nou even hier neerzet op een of andere manier. Kan dat? Wie is nou knetterzwanger? Jij bent knetterzwanger. Nee, jij bent knetterzwanger. En bibbe. Hoppa. Scheetgeluid ook, maat. Dat kan toch niet? Ja, die heeft dezelfde stats niet. Maar is ook weer een female trouwens. Het is weer een female. Maar goed, we nemen deze even mee. Ik doe een klein beetje vlees aan de baby dat in ieder geval wat eten heeft. Want dan gooi ik daar even alle vlees wat ik krijg van die run hier in de voederbakken, man. Hier, pak je meat. Argentavis, we gaan even op reis, man. Doefke, kom maar gek. En ik denk dat ik die ene cave maar gewoon even ga proberen op Carno Island. Zou er iemand bovenop deze berg wonen? Ik heb wel vaak het gevoel dat er beestjes bovenop bergen staan, namelijk.
En dan komen we er toch even langs op. Hey, we zitten al op de 20 of bijna... Oh, daar heb je weer iemand. Shit. Ik wou net zeggen, abonneren, gek. Stroopwafelstrijders. Oh jee, die ken ik ook nog niet. Wegwezen, gek. Maar die kwam dus wel van deze berg af. Nou is de echte vraag, woont er iemand op de berg? Ja, zeker woont er iemand op de berg. Kale koppen, hè? Kale koppen is Jonas. Ik ben verward. Oh, hier wordt ook al flink gebouwd, zo te zien. Owner manager. Oh, nee. Nee, niet zo'n zieke alpha rex hier, maat. Level 35 ook echt. Oh ja, dan moet ik even goed mijn Archer kunnen beschermen hier. Oh, hell nah. Een normale rex. Level 100, poeh. Dat is alweer zo ongemakkelijk dat die dingen hier zijn. Recht voor de ingang natuurlijk. Oké, okay, en erin. Alright. Frederik, let's go. We moeten er wel even doorheen eigenlijk. Laat ik even afstappen. Jij moet hier gewoon doorheen kunnen, maat. 100%. 100%, ik wou zeggen, gek. Ja, oh, die kristallen misschien. Je kan er letterlijk doorheen, man. Wat is jouw probleem? Ja, hè. Oké, okay, top. Even kijken. Dan moet ik dus wel even checken of er geen turrets zitten ook. Want het zou goed kunnen dat deze cave in één keer dicht is gezet met turrets, hè. Maar zo te zien nog niet. Oké. Okay. Goedemorgen, Carno Cave. Wie geht's? Ja, ik krijg wel flink wat damage van die vleermuis, voel ik. Oh ja, er zijn zoveel vleermuizen daar. Jezus. Kan ik schieten op de dingen? Ja, volgens mij wel. Nou, dan komt het allemaal aan. Laat maar komen. Ik ga even in het water. Dan kan ik meteen omdraaien als er nodig is. Kom maar, gek. Hierheen, gek. Oh, er zijn er heel veel. Er zijn er heel veel. Beweeg. Tila, beweeg. Oh, 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 ik weet niet of het goed gaat. Ik weet niet of het goed gaat. Oh, dat vind ik maar eng gek. Mondetje. Oh, er zijn er echt veel. Hoppa, onder water bijten, neef. Nou, neer. Nou, daar krijgen we wel wat leveltjes voor, gelukkig. Ja, ik denk dat ik hem toch maar even op HP ga pompen, man. Feed the force, fort the feast, man. Oh, er zijn zoveel dino's hier, ouwe. Holy. En die moet helemaal omlaag hier voor die... helemaal omlaag voor de artifact. Ik zie ook zo snel niet waar andere loedropjes zijn, nou, at the moment. Nee, ik snipe wel even die vleermuizen hier naartoe. Als die vleermuizen weg zijn, dan vind ik het niet meer zo erg. Oké. Okay. En bijt. En bijt. Oké, okay, heel goed. Tilo Kaleo gaat flink, man. Lekker, man. Hele goeie. Alleen je kreeg niet heel veel XP van deze vleermuizen, merk ik. Het valt toch vies tegen. Die ene zwam kreeg je echt, echt moeilijk veel XP. Ja, het zijn helemaal twee vleermuizen hier, hè. Als jullie even stil blijven staan. Bang, nice. Oh, ik kreeg wel moeilijk veel hide, man. Chill, ik kreeg 135 hide van die vleermuis. Ga ik deze jump maken. Maat, wat is dat van jumpen, ouwe? Niet cool, deze jump. Oké, okay, die is neer. Laat die vleermuizen maar even komen. Kan ik deze cave al helemaal doorlopen met mijn Tilakaleo überhaupt? Ja, de strat is gewoon om elke keer weer een beetje te force feeden, zodat je zeker bent van je zaken, weet je wel. Ja, daar beneden. Het staat eigenlijk helemaal niet heel veel meer, man. Ah, daar staat een loeder op. Ja, dat is maar een blauwe. Heb je geen betere drops hier in deze cave? Oh, what the fuck? Die spinnen komen gewoon uit hollen gekropen hier, man. Sinds wanneer is dat een ding dan? Jezus. Wat een scam, ouwe. Wow, ik zag ze gewoon eruit komen, gek. Raptor, Megatherium, bla 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 bla, van alles. Ik wou deze even naar de 400% brengen, eigenlijk. Scheelt dat ik echt meer en meer dan genoeg meat heb, man. Ik weet alleen eens goed waar deze artifact voor nodig is, voor welke bos. Maar goed, uiteindelijk hebben we hem toch nodig. Even kijken, wat ga ik doen? Kan ik ervoor gaan? Er zitten wel veel dino's hier beneden, hè. Ik zet gewoon even een nieuwe vlak in, misschien. Misschien kan ik ervoor gaan. De artifact. Zou ik het doen? Ik ga ervoor. Fuck it, fuck it. Mission impossible, maat. Artifact of the devourer. En omhoog. Oké. Okay. Geen rode drop hier verder. Nee, zo te zien niet. Hé, hey, we hebben hem gewoon gekaapt, man. Let's go. Carno Cave is uitgespeeld. Heerlijk. Dan moet ik alleen nog even terug omhoog zien te komen met mijn... Nee. Oh, oh. Ha. Oh, ha. Zo, dat was eng. Ja, ik kan hier ook voor deze jump gaan. Ik ga het doen. Hoe? Nice. Hier nog een jump doen.
Nice. Dan zijn we er alweer uit, man. Lekker. Dat was de Carno Cave met maar één dropje. Wat treurig. Hoe kom ik hier nou doorheen? Even kijken. Kunnen jullie gewoon allebei meekomen? Gewoon vliegen en zo? Zo, die is er doorheen. Ja, Doefke, jij moet net even iets anders gaan. Wacht. Kom hier. Deze kant op. Ja, heel goed. Nou, omdraaien. Dan helemaal deze kant. Ja, heel goed, Doefke. Heel goed. En we gaan wegwezen, gek. Frederica Tumaki, level 231 op dit moment. Zou ik de Snow Cave gaan runnen nou? Er zitten zoveel goede dino's in die cave, maat. Nou, ik wil het wel proberen. Kijk hoe ver ik kom. Misschien kan ik nog een dropje meescoepen, eventueel. En volgens mij heb ik wel dus fur nodig in die cave, maar... heb ik niet. Ja, je hebt gewoon een hele agressieve vrieskou in die grot. Hey, wow, je hebt gewoon een beest, man. Met Induforge, twee Induforge, kale koppen. Maat, we zitten overal, gek. Verdomme, man. Ik kom er twee beesten van Joost, Joost en Tribe tegen. Wat is dit nou weer? Staan hier ook turrets op, of wat? Ja, daar staan turrets op. Dikke giga, maat. Kijk, die hebben gewoon een kaal primeurtje, man. Kijk, zie je dan. Nondetje. Oh, kijk aan, man. Kale koppen. En dan zijn we aangekomen, arrivé, bij Alpha Yemi Ice Cave. Remember the good old days, toen hier nog drie turret caps en turret stonden. Ja, dat waren de mooiere dagen. Nu zitten we hier en hebben we er helemaal niks staan. Ik ben wel benieuwd of veranderd is binnen in de cave. Nou, dan gaan we dan, chef. Oh, Doefke, je staat nog een beetje in de weg. Kijk hem lopen, die gek. Oh, man, man, man. Kan ik hier even snel iets neerzetten? Ik zet even een gateje neer voor de zekerheid. Dat niet meteen alles dood gaat hier, weet je wel. Dan kan ik nog niks bouwen. Doefke, ga jij maar even hier naartoe. Dan ga ik erin met mijn tijger. Ja. Je zou denken dat het zou moeten lukken, maar... Maat, je hebt echt ruimte zat, jongen. Je hebt echt ruimte zat. Ga er gewoon doorheen, joh. Nou, volgens mij wil die niet. Nou, dan ga ik maar even te voet kijken of er iets haalbaar is. We hebben nog 12 grapples. Hier moet ik niet invallen, dan ga ik neer. Dat gaan we niet doen. Ja, kijk. Boah, die hele krautjes. Nee! Are you... 200 per lovia, maat. Die zag ik niet eens eens. Ik kan dan... Die kan ik niet aanpakken met een bola, maat. Waarom doet hij niks? Ik mag niet geperloviaat worden hier, man. Dan ben ik sowieso de shaak. Ja, die dingen spannen recht om een bakkes, man. Hey, loot erop. Wow, monkey! Oh, ja. Kom op, kom op, kom op. Ja, top. Oké, we hebben een sikkeltje. Oh, dit wordt intens, ouwe. Dit wordt intens. Niet cool, dit. Oké, we gaan... Ah, die beren. Ah, nee. Oh, nog een Pelovia. Auwe. Dit is niet cool, hè. Oh, hè. Waar ben ik mee bezig? Wow, nee! Wow, wat een gek! Maat, wat een gek, ouwe. Oh, nee. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik zie jullie graag terug bij de volgende. Ik moet even een uur doen om al mijn spullen terug te halen. Jezus, man. Ik wegskoen.